Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Nou, vandaag hebben we best leuk nieuws, want er is dus een babytje geboren, een jongen. Alleen ja, dankzij deze lockdown mogen we natuurlijk niet op kraamvisite. Dus dat gaat een beetje moeilijk. Maar ik dacht, nou als we gewoon iets opsturen, moet natuurlijk wel leuk zijn. En toen bedacht ik me, ik heb natuurlijk het hele leuke apparaat. En dit is een stuffeloen, waar dus heel leuk iets in een ballon kan stoppen. En dat ziet er echt super leuk uit. En dit is bij de kruidvattenkoop. Maar ook bij de speelgoedwinkels, dus ook gewoon online. Super handig. Nou, wat heb je er allemaal bij? Natuurlijk de machine, de ballon bij en ook hiermee. Maar dat gaan we allemaal zien wat we dus daarmee gaan doen. Maar wat er ook een beetje bij zit is glitz en confetti. Maar ja, het zit natuurlijk weer een jongetje, dus ik heb allemaal leuke confettetjes en krulletjes. Dus dat moet goed komen. En dan heb ik een heel leuk rompertje met But First Hugs. En omdat het natuurlijk een beetje nu moeilijk is met de lockdown om iets leuks te vinden, heb ik dan ook maar van Hema een giftcard van 15 euro. Dus laten we beginnen met de ballon. Nou, de ballon doe je gewoon, ja, je hebt een soort koepel, daar doe je hem in. Want wat er dan gebeurt, hij wordt aan de binnenkant, wordt hij vacuüm gezogen als je hier aan pompt. En dat zie je zo al gebeuren. Hij wordt steeds groter. En hij gaat helemaal naar de zijkanten. En dit is de manier waardoor er dus eigenlijk geen lucht in komt. Maar dat je er makkelijk spulletjes in kan stoppen. Want ja, een opening van de ballon is natuurlijk eigenlijk niet zo groot. Maar hierdoor is het makkelijker erin te stoppen. Dus dat is heel erg handig. En hij is vaak nog gezogen. Nou, nu gaan we natuurlijk alle leuke confettetjes erin stoppen en de giftcard en het rompertje. Nou, ik begin met het rompertje op te rollen. Ik denk dat ik hem leuk andersom vind, want dan staat er Hugs. Oké, en dan pakken we dus een lintje. Nu maak ik er even een leuk strikje omheen. Om in de ballon te stoppen. En natuurlijk omdat je hem oprolt is het ook makkelijker om in de ballon te stoppen. Omdat het gat natuurlijk niet heel erg groot is. Zo, het strikje zit. Tada. Oké, dan ga ik eerst een beetje een bodem leggen met leuke confettietjes en krulletjes. Dus dat doen we eerst. En maak je natuurlijk niet uit in welke volgorde. Want straks waardoor je hem opblaast gaan ze toch lekker allemaal door elkaar. En daar gooi je ook lekker alles van in. Het is natuurlijk feestelijk, want ja, er is een baby geboren. En dat moet je natuurlijk wel een beetje vieren. En een ballon is feestelijk, confetti is feestelijk. Dus ja, want het is natuurlijk allemaal een feestje. Dus dit stoppen we er ook allemaal in. Het ziet er nu al super gezellig uit. Zo. En dan moeten natuurlijk ook de cadeautjes er zo nog in. Maar dat komt goed. En we hebben hier hele leuke bolletjes. Ik wou natuurlijk eigenlijk beschuimend gestampte meisjes stoppen. Maar ja, we weten natuurlijk niet wanneer het binnenkomt. Dus straks is het ineens beschimmeld. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Oké, dus nu zit dit er allemaal in. En dan leg ik het rompertje op de bodem. Dus deze gaan we als eerste in stoppen. Zo, en dan ga ik een beetje proberen schuin te leggen. Zo, en dan hebben we de giftcard en we hebben er dus een gaatje in gemaakt om een lintje aan te hangen. Want we willen hem laten hangen en niet gewoon in de ballon leggen. En de hoekjes zijn ook rond en zorg er dan ook voor als je een kaartje met puntige hoekjes hebt, zou de ballon dan natuurlijk kunnen klappen. Dus dan zou ik of de rond knippen of gewoon kijken of er ook een rond kaartje is. En deze buigen we dus een beetje. En hierdoor stoppen we hem erin. En dan stoppen we een beetje lint in, waardoor hij dus gaat hangen. Zo. Wat we nu doen is we pakken de, ja, een soort, ik noem het even een stopper waar we lucht doorheen kunnen pompen, maar waar het geen lucht eruit laat. Dus die zetten we erin en dan rollen we het op zodat hij vastklemt. Nou, nu zit hij vast. Dan openen we hem. Dan ziet dat er zo uit. En nu is hij natuurlijk nog een beetje niet doorzichtig, dus als we hem op gaan pompen, moet dat lukken.
Nou, we hebben hem nu dus eruit gehaald en ik heb er dus een ring omheen gestopt. Omdat zo, als het goed is, de lucht er niet meer uitgaat en er goed opgepompt wordt. Hier zie je de blauwe ring. Dat heb ik even van zonder de camera gedaan omdat ik bang was dat het ging knappen. Nou, dan hebben we hier een soort stoppers dat de ballon er niet afschiet. En hier zitten dus twee happen in, waardoor die precies erin past. En dan kan je hem draaien en dan uiteindelijk zit hij vast. Nou, nu gaan we dus oppompen. En zo pompen we op totdat we hem groot genoeg vinden. En dat is verschil natuurlijk per persoon. En je moet natuurlijk uitkijken met scherpe objecten, want zo kan een ballon natuurlijk knappen. En als je bang bent om een ballon op te pompen, dan zou je het ook weer je ouders kunnen laten doen. Of broer of zus. Nou, ik ben er nu dus weer bezig en ik kan hem ook een beetje op afstand houden. Dat doe ik namelijk ook, omdat ik echt bang ben dat hij knapt. Ik ga hem opsturen met de post en meestal doe je natuurlijk een standaardje bij die ook gewoon bij deze set zit. Die ziet er zo uit. Maar wij dachten, er gaat natuurlijk wordt natuurlijk een baby geboren, dus we hebben een hele leuke luierstand gemaakt. En dan doe je gewoon met alle luiers een strikje omheen en dat uiteindelijk aan elkaar binden. Oké, nu word ik wel echt heel erg bang, omdat hij groot begint te worden. Nou, ik ga het nu even verder mijn moeder laten doen en dan kom ik zo terug. Nou, hij is nu helemaal opgepompt en dan haal je hem eraf. Dat doe je dus door de beveiliging voor de ballon eraf te halen en dan de ring eraf te halen. En dan haal je hem dus een beetje van elkaar af en dan doe je hem knipper omheen, zodat hij goed vast zit. Nou, ik vind het nu heel eng, maar ik ga het wel zelf eraf halen. Nou, eerst draai ik hem om. En dan hou ik deze eraf. Iets verder. Zo. Deze is er nu af. En nou, het kaartje doet natuurlijk nog niet helemaal goed. Dus die trek ik heel even rustig omhoog. Want we willen natuurlijk niet dat die knapt. Nou, dit wil ik wel gewoon een goede hoog. Ietsje hoger misschien. Zo, ja. Oké, en dan. Deze ballon is erg stevig. Halen we de ring eraf. Maar de ballon is heel stevig. En ik moet hem gaan draaien. En zoals we weten, ik ben heel erg bang voor ballonnen. Dus daar gaat mijn moeder me mee helpen. Zo. Kijk uit. Ben jij hier de ballonmaster? Ja, dat bedoel ik. Oké, nu haalt mijn moeder dus de ring eraf. Zo. En nu kunnen we via de smalle hals, die dus nu gedraaid is, kunnen we het knipje erop zetten. Die schuif je onder. Die schuif je onder de stopper. Ook uit. En je doet hem dicht. Nu zit hij. Ja. Hoef je wel de stop eraf te halen? Moet ik het doen? Nou, moet ik wel even mijn nagels, zo. Je moet het uitkijken met lange nagels, want meestal zijn lange nagels ook scherp. Nou, nu zit hij dus zo. En nu kan je natuurlijk ook, omdat hij aan de bovenkant een beetje saai eruit ziet, kan je hem weer zo inderdaad krullen. En dan kan je allemaal andere leuke krulletjes omheen doen. En wij hebben hier dus ook ballonnen. En die kun je dus ook heel erg leuk omheen doen. Dus ik ga de ballon nu eventjes leuk versieren en dan ben ik zo bij jullie terug. Nou, we hebben nu dus hem helemaal leuk versierd met allemaal krulletjes en dus ook de ballon erop gezet en dan moet de leier standaard gezet. Nou, je kan dus ook kiezen of je een DIY of een normale van de set gebruikt. Nu gaan we hem dus in een doos doen en hopen dat hij het overleeft. Nou, we hopen het wel, maar dat weten we natuurlijk niet. En ik ga je nu laten zien hoe ik hem in een doos leg, want je moet natuurlijk wel zorgen dat hij zo min snel mogelijk klapt. Welke doos past wel beter bij een baby, een
een baby kraamcadeautje dan een luierdoos. Nou, oké. Okay. We hebben dus een klein doosje ingezet zodat het wat hoger is, omdat deze doos best groot is. En dat zie je er ook in. En we hebben dus hier ook even een bubbelrepje die we op de bodem kunnen leggen, zodat die minder snel knapt. Dat hopen we dan, want ja, dat weten we nooit. Nou, we filmen nu even van boven. Hij zit er nu dus ongeveer in. En nu hebben we dus nog de layerstandaard en die gaan we aan de zijkant doen. En dan hopen dat hij niet knapt. Nou, dan doen we het dus dicht, maar ik ga nog heel veel, omdat de bovenkant natuurlijk ook puntig is, ga ik een bubbelrepje aan de bovenkant doen, omdat je natuurlijk niet weet hoe de bezorger hem draagt. En dan hoop ik dat hij natuurlijk nog heel blijft, maar dat krijg je ook te zien op Instagram. Wie weet, nou ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren, bijtje natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram en TikTok bij Zo Griekse Idee.